Dit is natuurlijk het ideale plaatje, met een lekker zonnetje in de zomer buiten barbecuen. Maar in Houten bij Barbacoa kun je ook binnen barbecuen. Binnen barbecuen? Ja, binnen barbecuen. Waarom niet? Hey, dag Jacques. Hey, goed. Hoe ben jij nou op het idee gekomen om een restaurant te beginnen waar je binnen kan barbecuen? Nou, de zomer is natuurlijk een ultieme barbecue-belevenis. En wat is er nou mooi als het hele jaar die belevenis binnen kan halen, maar dan onder ideale omstandigheden. Nee, en wat heb jij zelf met barbecue? Ben je een liefhebber? Jazeker, dat ik een liefhebber. Barbecue is gezond, want je gebruikt geen boter, je gebruikt geen vetten. Het zijn natuurlijke vetten die je op de barbecue legt. En ja, gezond en leuk en gezellig. Met gezellige mensen om je heen, een biertje erbij, helemaal top. Wat voor soort mensen komen hier eigenlijk? Van alles. Bedrijven, jonge mensen, verenigingen. Van 2 tot 80. En nou kan ik me voorstellen, niet iedereen kan natuurlijk even goed barbecuen. Zie je nou ook wel eens wat gebeuren hier in het restaurant dat je denkt, ach, hemel, ik hou mijn hart vast? Ja, dat natuurlijk wel. Maar we maken hier alles heel toegankelijk. Alles is goed geprovisioneerd met de juiste marinades. Het vlees verbrandt niet. En natuurlijk zijn er mensen als een tafel zitten in gezelschap. En dan vergeten ze wel eens het spiesje om te draaien. En dan is het dus geen barbecue meer, maar dan is het cremeren. Maar goed, ze hebben een leuke avond gehad. Ik vind het allemaal leuk, ik vind het ook gezellig. Maar ik ga eens eventjes wat vlees pakken. Helemaal goed, doe je best. Nou, dat is een goed begin, zou ik zeggen. Beetje rustig eten. Hoe kom je nou op het idee om binnen te gaan barbecuen? Omdat je het met alle seizoenen kan doen. Als het buiten slecht weer is, kan je hier binnen gewoon heerlijk barbecuen wanneer je er zin in hebt. Ja, dat is natuurlijk waar ook. En ja, eigenlijk volgens mij wij Nederlands, wij gourmetten ook allemaal zo. En een steengrillen, doe dat doen we dan wel. Doe je ook binnen aan tafel. Ja, precies. Ja. Dus dat kan natuurlijk barbecuen net zo goed. Wat vind jij ervan? Ben je een beetje goede barbecue? Ik ben een hele goede barbecuer. Oh, je bent ook een hele goede barbecue? Ja, ik ben barbecue. Een hele goede. Wat is jouw specialiteit dan? Nou ja, biefstukken. Ja? Maken. Hoe moet je dat doen dan? Nou, zoveel mogelijk omdraaien, want dan blijven ze sappig. Zo, dus een tip van een echte kenner zou ik zeggen. Ja, je kan hier ook, dat is heel leuk. Je kan hier beneden kan je glowgolfen en lasergamen. Dat is ook leuk voor een kinderfeestje. Ben ik ook vaak geweest met mijn kinderfeestje. En jij, ben jij net zo'n barbecue-expert als je broertje? Nou, dat valt me wel mee. Ik denk dat hij beter is en mijn vader ook. Ja, meen je dat? Ja. Ja. Dus toch, bij jullie zijn het toch de mannen inderdaad ook. Ja. Hey jongens, eet smakelijk. Hey, jij ook. Hey, joh. Dat is niet onaardig, hè?